mijn ondernemerschap vandaan. Mijn ouders die hebben me mijn hele leven in alles ondersteund. Zonder hun was ik niet waar ik vandaag was. Maar als ik in de familie kijk, dan was mijn opa, die had zijn eigen boerderij. En die boerde ook al bij de Boerenleenbank, de Rabobank. En ik denk dat van daaruit het ondernemersbloed wel een beetje in onze aderen stroomt. Alleen heeft dat bij mij een tijdje geduurd voordat in één keer het vonkje begon te branden en een vlammetje aan was. Dus ik zit op maandag tegenover mijn collega Paul, die ook mijn stagebegeleider was. En ik zeg, Paul, denk jij dat wij de komende 30 jaar Willy Wortels zijn? Of potentieel kandidaat zijn om een bedrijf te starten met implantaten? En op dat moment loopt mijn werkgever binnen. En ik kijk Paul aan met een blik van, zeg nog maar even niks, want dat wil ik een keer heel voorzichtig vragen. Maar Paul die gaat achterover in zijn stoel hangen met zijn handen in zijn nek. En hij zegt, goh, Frans, Michael die vraagt zich af of hij de komende 30 jaar ideetjes moet genereren voor ons. Of misschien een bedrijf mag beginnen met implantaten. En op dat moment kijkt Frans mij een beetje nors aan. Zo van, hoezo dan? Wil jij directeur worden of zo? En ik kijk hem terug aan en ik zeg, nou, dat is misschien te veel gevraagd, maar ik zou er wel voor de volle 500% bij betrokken willen zijn. Toen was het weer even stil en toen zei hij, nou, we zoeken nog een karttrekker. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. We zijn hier op onze toekomstlocatie voor Xilloc op de Brightlands Gemmelot Campus. In het gebouw waar wij over ongeveer 6 maanden onze printers naartoe zullen verhuizen. Wij maken patiëntspecifieke producten om stukken skelet te vervangen. Dus als iemand een stukje schedel mist, dan maken wij daar een perfect passend dekseltje op. En dat past tijdens de operatie echt als een plug-and-play oplossing. En dat komt in verschillende vormen. Deze patiënt die mist bijvoorbeeld een stuk van zijn oogbodem. En dan gaat hier een klein stukje implantaat op, waardoor de patiënt weer zijn oog op de juiste hoek heeft staan. Of bij iemand een volledige onderkaak die vervangen kan worden. Dat doen we met een medische tak. Maar wat we inmiddels gezien hebben industrieel, is opdrachten om bijvoorbeeld satellietonderdelen te optimaliseren. We krijgen een geometrie binnen die ongeveer 1,4 kilo weegt. En nadat wij klaar zijn om hem te 3D printen, met de vorm te optimaliseren, weegt hij nog 800 gram. We sparen 600 gram per geometrie. En wat er daarmee gebeurt is dat bij die volgende satellietlancering, daar besparen wij met onze onderdelen 12 kilo. En 12 kilo is ongeveer 600.000 euro minder in kerosine, wat ze nodig hebben om de ruimte in te gaan. Dit is onze aluminiumprinter. Dat is een van de grootste metaalprinters ter wereld. Er zijn er 5 van gemaakt. De investering van deze machine was 1,2 miljoen euro. En wij hebben de 5e. Ondernemen is topsporten. Voor mij gaat dat 80 tot 110 uur in een week. En het is daar niet altijd even eenvoudig om een goede balans te houden. Dus het is ook heel belangrijk als startende ondernemer dat je daar een goede balans in bouwt. Want daar waar werk heel belangrijk is om gepland te worden, is sporten en vrije tijd eigenlijk net zo belangrijk of misschien wel belangrijker om ook te plannen. Mijn kwaliteit is eigenlijk, van opleiding uit ben ik medisch productontwikkelaar. Maar in de rol van ondernemer ben ik alles wat de onderneming van mij verlangt. Dus aan de ene kant ben ik aan het verkopen, aan de andere kant ben ik dingen aan het ontwikkelen. Het maakt niet uit in welke vorm, ik pas er wel in. Er zijn wel degelijk dingen die ik minder goed kan, alleen opgeven zit er bij mij niet tussen. Dus ik ga gewoon door tot het gelukt is en daarmee lukt het dus ook meestal. Mijn eerste grote succes was toen een patiënt binnenliep, mij een knuffel gaf en zei, door jou hoef ik mijn uiterlijk terug. Ja, dat heeft mij motivatie gegeven voor de komende 80 jaar. Een fantastisch gevoel. Wat ik je startende ondernemers wil meegeven is, begin met een product of een dienst waar duidelijk een vraag naar is, waar mensen voor willen betalen. Want anders hou je het hoofd niet boven water. Op het moment dat je het gevoel hebt van nou wil ik opgeven, zorg dat je dat gevoel nog 10 keer hebt en zorg dat je dan nog steeds niet opgegeven hebt. Gewoon doorbijten, doorzetten, want alleen dan slaag je in iets. Ga dingen wel overwogen te lijf. Dus denk goed na voordat je iets doet.
werk een businessplan uit. Faal desnoods eerst 30 keer op papier voordat je het één keer in het echt doet. Je kan heel veel op papier al voor en doorrekenen voordat je het één keer in het echt probeert. En investeer in jezelf. Zorg ervoor dat je als ondernemer ook ontwikkelt. Lees over ondernemerschap, over persoonlijke ontwikkeling, over leiderschap. Over alle aspecten die in een ondernemer terug zouden moeten komen en leer daarvan. Ik denk dat destijds het voor mezelf beginnen, dat zou je kunnen zien als het grootste risico wat ik ooit genomen heb. Maar als ik daar achteraf op terugkijk, dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n groot risico. En dat is wat ik geleerd heb, hè? Dus risico's vallen eigenlijk wel mee als je onderneemt.